2, 1. Let's go, ja! Ik ben Cowboy Dinant. En er is juist een nieuwe Brawl Talk released. Daar gaan wij het over hebben. Hallo dames en heren. Super dat we erin kijken. Deze gloednieuwe video. We gaan het hebben over de nieuwste brawlers. Twee brawlers namelijk. Skins. Nog meer skins. Pins. En een nieuwe game mode. Ja, een nieuwe game mode. Laten we maar rap beginnen. Goed, we hebben de eerste knokker Bel en ze hoort bij een nieuwe trio van Brawl Stars. Ze heeft even lange rage als Bee, Brock en Piper. En ze doet 1560 met haar hoofdattack en 700 bij haar normale attack. Het speciale aan Bel is dat ze haar attack stuitert net zoals Jessie. En ze zal verkrijgbaar zijn bij tier 30 in het nieuwe Brawl Pass seizoen. Dit is dus Squeak. Squeak heeft plakkerige bommen, dus als je een enemy raakt, dan gaat er een bom ontploffen. En het is een mythische brawler en zijn hoofdaanval is super cool. Die gooit aan een bommetje en dat bommetje ontploft en alles wat daar in verschillende dingen blijft plakken, dat ontploft. Dit is dus Squeak's hoofdaanval. Zijn normale damage doet 1500 damage. En de dingen, ja, dat doet geen damage, want dat ontploft. Skins. We hebben dus de tier 70 skin Belly Gold Hands. En we hebben ook Kunstslinger Cold. Dat is tier 1 van de Brawl Pass. Dus dan krijg je skins aan Coronel Nerves, Tara, Amber en Edgar. We krijgen ook weer zo'n season skin voor de Dingen League. En dat is dus nu 8-bit. Krijgen we ook voor een Golden Week Neko B, Lantern Sandy en Do It Yourself Search. In deze update komt ook een campagne skin dingen en dat is dus nu geworden Arch Villain B. Je kan nu ook dinges nu doen voor Nita, want daarvan komen nu de skin in de zomer. En ook dus True Silver en True Gold skins voor Spike, Jean en Nita. Ik vind ze er mooi uitzien. Nice skin voor al die beer. Oh, kijk naar die beer. Godse. Een nieuwe game mode? De nieuwe game mode is dus dat je moet proberen om de andere die te proberen uit te schakelen. Je hebt 3 rondes en dus al moeten andere 3 members moet je uitschakelen. Er komen nu pins en ook een reverse dingen eraan. Ja, het nieuws over Ryan. Ryan gaat weg en dit is zijn laatste Brawl Talk. Ja, ik wil gewoon even zeggen dat we Ryan er gaan missen. Vooral, hallo en welkom to Brawl Talk. En that's right, ja. We gaan je heel erg missen, Ryan. Hij heeft een nieuwe rol bij Supercell als iets van CEO of zoiets. Hij is er echt al in het begin bij geweest, van toen dat Brawl Stars Global is geweest en al. En blijkbaar komt er iemand nieuws. En hij blijft langs de zijlijn bij ons staan. We will miss you, Ryan. We will miss you. Zo, dat was alles wat je moest weten over deze nieuwste Brawl Talk. Ik wil u graag bedanken voor te kijken naar deze nieuwe video. Abonneren mag altijd. Ja. Dan ga ik maar weer weg of zo. Ik weet niet, wat zou ik nu doen? I'm out. Yeah. Nee, dat gaan we niet doen. We hebben erin getrapt.